vandaag wordt voor het eerst een groot badminton toernooi georganiseerd door de badmintonvereniging van Druten. Kun je vertellen waarom ze dat hebben gedaan? Nou, er zijn een aantal spelers hier binnen onze club die altijd al geïnteresseerd zijn in toernooien en andere clubs meedoen. En zo groeide eigenlijk een beetje de interesse dat mensen elkaar aanspoorden van hey, doe mee. En ja, waarom doen we het eigenlijk zelf niet? En mensen begonnen ook te vragen, oh, jullie club is altijd zo gezellig en leuke dingen doen. Dus ja, een toernooi hoort er eigenlijk gewoon bij, vonden we. En de mensen die hier badmintonnen, zijn dat de recreanten of zijn dat de mensen die ook al in wedstrijdverband spelen? Ja, voornamelijk de mensen die in wedstrijdverband spelen, dus competitiespelers. Een aantal recreanten doet mee, maar dat zijn nog niet zo heel veel. Het is de eerste keer dat jullie badmintonvereniging zo'n toernooi organiseert. Hoe vinden jullie dat? Ja, ik vind het een leuke dag, sowieso. En goed dat het georganiseerd wordt. En je ziet wat de opkomst is, dus ik zou zeggen volgend jaar weer. Ja. En was het iets wat je de laatste jaren echt miste? Ja, miste niet, maar... Het is gewoon goed dat ze het doen nu en dat het opkomst zo groot is. Dus lekker goed bezet toernooi. En speelden jullie wel toernooien bij andere clubs? Een keer in Arnhem of zo, in 2000 of zo. Dus op zich niet zo heel erg actief. Nee, alleen competitie. Ja. En hoeveel wedstrijden moet je nou spelen tijdens zo'n toernooi? Volgens mij ligt eraan met je single. Als je een single gewoon blijft winnen, 5 singles en dubbels. Ja, 4. Gefeliciteerd, je bent de eerste geworden bij de dames enkel. Ja, dat klopt, ja. En hoeveel wedstrijden heb je daarvoor gespeeld? Finale was mijn derde partij. Ik had eerst een bye. En toen moest ik tegen Mirjam. En daarna tegen Claudia. En toen de finale. Je hebt alle wedstrijden gewonnen? Ja, dat is afvalsysteem, hè. En hoe vaak per week train je hiervoor? 1 keer per week trainen, 1 keer per week vrij spelen. En dan competitie. Dus je bent er actief mee bezig? En je tegenstanders, kwamen die ook uit de competitie? Ja, eentje uit mijn eigen team en eentje uit Claudia weet ik niet. En die andere kwam uit Beuningen. Maar bijna iedereen speelt wel competitie als ze aan zo'n toernooi meedoen. En weet je ook wat je hebt gewonnen? Nee. De badmintonvereniging in Druten is een actieve vereniging, ook voor de recreanten. Kun je vertellen wat je zoal organiseert voor de recreanten? Ja, we proberen in ieder geval op de vrijdagavonden, de trainingsavonden, regelmatig gewoon training uiteraard te geven. Maar daarnaast organiseren we ook een Halloweenfeest of een Sinterklaasfeest. Clubkampioenschappen uiteraard, dat is dan de verzameling van alle leden die dan gewoon tegen bij elkaar komen. Want dat vinden we in de club ook heel belangrijk, dat het niet alleen... competitiespelers zijn ze, maar dat ook de recreanten en de jeugdleden elkaar tegenkomen regelmatig. Dus dat is het zijn een aantal dingen die heel actief worden gedaan. En hebben aan het eind van het seizoen hebben we nog het jeugdkamp. En dat is ook een van de activiteiten waar dan eigenlijk alle jeugd voor uitgenodigd wordt. En dat is erg gezellig en goed voor de sfeer in de vereniging. En als mensen naar tv zitten kijken en ze denken van, dan zouden we ook wel eens willen kijken hoe dat is om bij de badmintonvereniging te komen. Kan dat en op wat voor manier? Welkom, altijd gewoon lekker binnenlopen. Op de vrijdagavond vanaf 6:30 wordt er getraind. Op dinsdagavond zijn de recreanten aan de beurt. Welke leeftijd moet ik dat denken? Nou, in principe mag dat eigenlijk, zeker voor de mensen die nog nooit gespeeld hebben, die kunnen gewoon jong instromen. Maar ik denk de jongste jaar of 20, 25 is. Yeah, 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 yeah.